zat ik van de week. En ik vond mij dat zo alleen. Nederland vierde zaterdag 17 oktober de Dag van de Armoede. Debbie Klooster van de Weggeefschuur zocht contact met buurtbewoners en andere maatschappelijke organisaties om hierover na te denken. Met als uitkomst om het om te draaien. Zij maakten er de dag vol rijkdom van. We wouden eigenlijk de schuur gewoon los doen op deze dag, de Internationale Dag van de Armoede. En door het te delen met meerdere kampenkrachtmensen kwam eigenlijk steeds meer ideeën op tafel. En 20 augustus zijn we om tafel gaan zitten van wie heeft wat, welk idee. En eigenlijk is dit er eigenlijk uitgerold. Greetje van Geert van Wouw aan het roer, wat binnenkort Brunnepe aan het roer wordt. Is dit wat jullie ervan verwacht hadden, de Dag van de Rijkdom? Ja, zeker weten. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie binnen gehad tot nu toe ongeveer? Ik denk dat er zeker een man of 60, 70 wel binnen geweest is. Ja, en dat vind ik helemaal geweldig. Dat geeft toch maar weer aan dat het wel leeft onder de bevolking. Hoe zijn de reacties van de mensen? Ja, toch wel heel positief. Mensen vinden het leuk en wij hopen natuurlijk ook dat we binnenkort, want we hebben met kerst hebben we ook wat groots op programma staan. Dus we hopen dat de mensen dan net zo enthousiast zijn en ook komen kijken bij ons in de wijk. Evita van de gemeente Kampen, wat is in deze, op de Dag van de Rijkdom, jullie taak? Nou, we staan hier eigenlijk om informatie uit te delen over minimaregelingen die er zijn. Een stukje WMO, alles wat er veranderd is. Dus als mensen vragen hebben, kunnen ze bij ons terecht. Nou, wij zijn een stichting. Wij helpen jonge meiden, vrouwen tussen 12 en 25. Die krijgen tijdens het werken met paarden, leren ze wij de 7 habits aan. Waardoor ze weer zelfvertrouwen en hoop in het leven krijgen. Dus aan het einde van die training zijn ze weer toegerust om de regie over hun eigen leven in handen te nemen. En ook verantwoordelijkheid. Maar met meer stevigheid dan ze op dit moment misschien voelen en ervaren. En waar kunnen ze dat precies doen? In Kamperveen. Onze locatie is aan de Kamperveenstraat. We hebben een website www.bridalupphope.org en daar kunnen ze ons vinden. En wij starten zo snel mogelijk. Per 1 november is ons streven. Je staat er dagelijks niet zo bij stil wat precies rijkdom is. Daarom aan iedereen de vraag, wat is voor jou rijkdom? Gezondheid. Gezondheid is het allerbelangrijkste en daarnaast is het je familie, vrienden, mensen om je heen en absoluut een helpende hand steken naar mensen die het nodig zijn. Ja, mijn kleinkinderen. Mijn eigen kinderen en mijn kleinkinderen. Dat is voor mij mijn rijkdom. Voor mij persoonlijk om gewoon vrienden, familie om je heen te hebben die van je houden en waar jij ook van houdt. Rijkdom is voor mij je doelen die jij hebt voor je eigen leven te realiseren. Dus datgene creëren wat jij heel graag wil bereiken en daar gelukkig mee zijn. Gewoon blij mee zijn en blij met jezelf. Nou, de gezondheid allereerst. Want hier zijn we allemaal met oudere mensen. En heel veel mensen die zijn er al niet meer hoor, tijd als ik hier ben. Dus, en dat is rijkdom als je gezond bent. En je kunt nog wat voor een ander betekenen. Dat vind ik rijkdom.